Harry, where are we going to? And which is the day? Sunday, Saint-Albert. How many times did I already ask you to explain you how to spell this thing? 2 times. Can you spell it for me, please? Piemel. P-I-E-M-E-L. Geeft helemaal niks. Ballen. B-A-L-L-E-N. Sorry. Do it. Do it. Do it now. Do it. S. D. A. U. S. D. E. R. E. B. E. R. D. A. Niks. Geen lingo, jongen. Geen lingo. A few moments later. Jento, wat vind je van het startdek? Mooie Franse vlag. En hier sporen van vorig jaar nog. De koeien moeten morgen de veld in. Om het gras op te eten, daar kan wel van staan. Jentel, rijden ga je morgen? Ze liggen gewoon nog vers. Vanmorgen gelegd. Daar knik die camera op de grond. Kijk, hier rijden omhoog. Door deze brede baan. Rechtsaf. En bij Jentel springen naar beneden. Breed is het niet. Dat was het niet. Jentel, dit is Lorocco Sleep, hè? Hier is de land daar. Saint-Albert, rechtsaf. Oh nee, vandaag niet, lichte baan. Dit is schijnbaar de snelweg naar Lyon, Lyon-Parijs, hè? Waar moeten we heen? Ik denk dat we vanavond gaan melken. Wie ga ik gaan melken? Ik kom morgen de baan nat maken daar. Kijk, die mannen hebben honger. We krijgen eten, eroverheen. En hier komen we aan het rijden. Heb ik ook nog honger? Durf je hier wel naar beneden morgen? Ja, die staat weer in de eerste bocht, hè? Ik heb hem weer plat te bekegelen. Typical French race. Here is the paddock, everybody is with the small vans. There is a football field and a lot of spectators.
ook niet zo lekker, hè? Jendo, we are two motos in. Can you explain me the situation? Not fast enough. But how is that happening? What is it? The sand track? Hot pack? Gas track. So we don't use the front brake. We don't need it. No, this was the track. I was not really feeling it.